Wetenschappers hebben de leeftijd van bijna 100.000 rode reuzen vastgesteld en weten nu hoe de groei van onze Melkweg verliep. De onderzoekers bestudeerden voor dit onderzoek rode reuzen, heldere sterren die het einde van hun leven naderen. Omdat de sterren zo helder zijn, zijn ze zelfs wanneer ze op grote afstand staan, goed te zien. De verste sterren die door de onderzoekers bestudeerd zijn, bevinden zich op zo'n 50. lichtjaar afstand van het centrum van de Melkweg. De onderzoekers stelden de leeftijd van de rode reuzen vast door te kijken naar het licht dat de sterren afgeven. Nabij het centrum van ons sterrenstelsel zien we oude sterren die zich vormden toen het sterrenstelsel jong was, vertelt onderzoeker Melissa Ness. Verder weg zien we jonge sterren. Het bevestigt wat onderzoekers al langer vermoeden, namelijk dat ons sterrenstelsel van binnenuit is gegroeid. We'll be right back.